Slaat hij een beetje uit? Kom maar. Yo! Ja! Hij is overleden aan koffie. Hij had een keer hete koffie op de bek en is naar. Amador is aan het zeuren over dat mijn koffie veel te sterk is. Ik ben bang dat ik 4 dagen niet meer slaap, man. Ja, nou ja, goed. Ik denk van, mooi, 4 dagen winst. Welkom terug bij de Hot Coffee Show. Hoe relevant is dat? We hebben het over koffie. En voor de verandering is Amador een keer aangeschoven. En volgens mij... De eerste keer. De eerste Hot Coffee Show die je bijneemt. Debuutje, hoor. Wat verwacht je ervan? Geen idee. Okay, dat is er maar net aan hoe leuk het wordt. Ja, precies. Nee, dat is volgens mij ook wel een beetje hoe wij de Hot Coffee Show opnemen. We kijken gewoon waar we naartoe lullen. En wederom, we hebben een stelling zelf bedacht. Ik ben hem alleen weer compleet vergeten. De stelling was, het Battle Royale genre is al lang oud nieuws. Dus in andere woorden, Battle Royale heeft zijn piek alweer gehad en het is eigenlijk alweer stervende. Of dood voor sommigen. Dood is wel heel hevig. Dood is heel hevig en ik denk dat je dat als dat de stelling zo letterlijk is, ligt er een beetje aan wat er net in beeld is gekomen en wat er hier in de titel staat. Maar ik denk dat dood inderdaad ook wel iets te hevig is omdat het nog heel levendig is. En als je nu naar YouTube en Twitch gaat, zie je gewoon dat Fortnite het fantastisch doet. En PUBG natuurlijk ook in mindere mate tegenwoordig, maar nog steeds. Het is nog steeds hot nieuws. Het is nog steeds hot. Misschien niet nieuws, maar het is wel hot. Het is nog steeds wel hot. Ja. Maar ik merk wel een beetje moeheid bij mij al over die franchise. Ja. Of franchise, over die categorie wat het eigenlijk is. Want het is een genre geworden. Het is een genre geworden, maar er proberen nou zoveel mensen op de bandwagon te springen. En dat hebben we voor mij al voorspeld in een andere Hot Coffee Show een keer. Ja, volgens mij, we hebben al meerdere malen in de Games Net podcast er ook over gehad van welke games zouden goed een Battle Royale modus kunnen gebruiken. Of wie zouden we graag op een Battle Royale game allemaal doen ze het, behalve die games trouwens. Ja, ja, Ghost Recon Wildlands heeft laatst dus aangekondigd van, nou, wij gaan het in de komende periode niet doen. 2K en Rockstar zeggen, nou, GTA Online, er zit misschien potentie in, maar we gaan het niet forceren. En ik denk dat ook heel veel mensen daar alweer blij mee zijn, omdat inderdaad, je ziet al heel veel gamers een soort van Battle Royale moeheid hebben. Ja, nou, dat is zeker waar. Je hebt natuurlijk dan PUBG en... Ja, PUBG begon het allemaal mee. Ja. En je had een hele grote, hype. Oké, nou gaan we weer, sorry, voordat mensen gaan reageren. Nee, H1Z1 en Arma en ja, dergelijke begonnen er eerst mee. King of the Kill en zo. Precies. Maar oké, PUBG maakte het groot en toen reageerde Fortnite erop. Ja, en over het jaar heen heeft Fortnite de bandwagon gespand. Ja, ze staan al voor en overigens ook wel gewoon terecht, vind ik. Want Fortnite is wel wat actiever bezig om de game te verbeteren. En het is toegankelijk. Het is toegankelijk, het is gratis. Ja, alle kleine kinderen die komen erop af. Maar er zijn alweer zoveel spin-offs en games in aantocht. Dat je op een gegeven moment denkt van, what the fuck moeten we met al die dingen? Cliffy B met zijn Bolski Productions. Oh God, ja. Ja, jongens, Lawbreakers was niet zo heel goed. Sorry. Dus we maken nog een kutgame. Nee, ik vond het zo mooi dat ze toen ook zeiden, wij werken aan een passieproject. Oh ja. En dit gaat het helemaal goed maken. Een afgezaagde jaren 80 spelshow. Ja, het was ook echt dat ik dacht van, oh tuurlijk Bolski Productions, dit is jullie passieproject. Tuurlijk, het is heel toevallig het meest populaire genre nu. Het is heel toevallig met een nostalgische saus die heel erg populair is. En het staat op Early Access. Nou, dat zijn echt drie van die beats. Ze hebben het zelfs Extreme Early Access genoemd. Ja, want met dan een meta-logo, want alles is zo hip jaren 80. Ja. Ik ik denk dat Radical Heights, ook toen wij dat nieuws plaatsten en die trailer hadden, je zag al op Gamersnet al een heleboel mensen echt zoiets hebben van, ik zie dit al echt niet zitten. Het is een heel gehaast project. Dat kan je alles merken. Het is geen passieproject. Nee, tuurlijk niet. Lawbreakers is gewoon mislukt. En uiteindelijk dachten ze, we moeten wel ergens geld aan verdienen, want Lawbreakers doet het niet. We moeten, wat is hip onder de kinderen? Precies. En het is dus ook free-to-play, het is Battle Royale. Het is kleurrijk. Het is kleurrijk, ja precies. Maar het is zo gehaast. Het is een beetje grappig ook. Oh, het is een beetje zo van, oh, we zijn meta. Het is zo'n gehaast project en zo. Maar er zijn zoveel Battle Royale games nog in aantocht. Ja, je hebt natuurlijk ook The Darwin Project, is er ook zo eentje, die dan een beetje onder het Xbox-vaandel toen werd aangekondigd. Was ook niet echt een heel hot item op de E3, is nu inmiddels wel iets meer traction gaan krijgen. En je hebt nou een donkere, wat, god. The Hunt is een soort van The Hunt, maar dat is niet, dat pakt weer echt niet zo van, oh, we storten 100 spelers of we storten x aantal spelers op een eiland. Daar zit nog wel iets diepers in, van Crytek. Dus dat zou ik dan weer zeggen, van daar zijn mensen niet per se moe voor, want dat doet nog iets unieks. Maar de hoeveelheid games die nu natuurlijk een beetje achter PUBG en Fortnite succes aan gaan jagen,
dat zorgt er wel voor dat, dat we echt zo'n zeepbel hebben. Ja. De Battle Royale is, en dat hadden wij al, zeg maar een jaar terug waren we dat al een beetje aan het voorspellen, van 2018 wordt het jaar dat, dat er heel veel Battle Royales op gaan duiken. Nou, dat blijkt nu ook wel zo. Maar het, ik denk wel dat het zijn piek al heeft bereikt. Want ik zat laatst ook op Reddit en ik was een beetje met de CFD's community aan het sparren over wat die game zou kunnen gebruiken. Ik zei, hey, zou een Pirate Royale niet grappig zijn? Als we 100 piraten naar één eiland of één storm proberen te laten ontsnappen en kijken wat er dan gebeurt. Meteen, ik zweer het je, ik heb nog nooit zoveel karma verloren op Reddit. Want mensen hadden zoiets van, ja, fuck op met je Battle Royale, ga Fortnite spelen, is gratis. Oké, sorry. Nee, weet je wat ik vooral heb met Battle Royale is dat het wordt nog steeds niet omarmd door de grote partijen. Nee, minder. Dat mis ik een beetje. Ja. Wij hopen heel erg inderdaad op een Ghost Recon. Red Dead Redemption Battle Royale lijkt me ontzettend gaaf. GTA. En grote partijen zijn er nog niet aan begonnen. Het zijn allemaal van die rare projectjes van studio's die je of niet kent of al lang in de vergetelheid zijn geraakt. Zo. Ja. En dan mis ik mis nog een beetje ondersteuning van een Ubisoft of een EA of een Division 2. De Division 2 zou best wel makkelijk, weet je wel, als met de Dark Zone is in wezen ook al een soort van voorloper op, of zo zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval dat survival tegen elkaar, adrenaline pompende, dat zit natuurlijk in de Division 1 ook al een beetje. Het zou me niet verbazen als de Division 2 daar iets meer op inspeelt. Ja, dat lijkt me wel logisch. Dus misschien wel losser naar de maaltijd, maar... Ja, ik denk dat ze dan wel een beetje laat zijn, maar ik gok dat de Division 2, die zou dan waarschijnlijk ergens begin 2019 of zo pas uitkomen. Dan zijn we nog moeier van Battle Royale. Er zijn er al 300 games van uitgekomen waarschijnlijk. Waarschijnlijk is Fortnite dan nog steeds de grootste. Ja, ja. Nee, het onveranderd. Ik word er een beetje moe van dat er gewoon allemaal van die halfbakken pogingen zijn om PUBG te... dat blijft voor mij nog steeds de ultieme game. Voor Battle Royale. Ik vind het gewoon nog steeds de leukste, ondanks dat hij niet helemaal af is. De spanning zit, wordt beter vastgehouden. Wat, Fortnite of PUB? PUBG. Ah, oké. Dat vind ik nog steeds de leukere. Sorry, Fortnite-spelers. Maar ik heb nog niet iets tegengekomen wat een beetje dat weet neer te zetten. Wat dat maar dan in AAA. Maar dan AAA, ja, dat mis zijn. Ik heel erg. Ja, dat zou je eigenlijk een keer willen zien. Nou, ik zou zeggen dat Epic in wezen wel een AAA-developer was en weer is geworden. Dus wat dat betreft zou ik denken dat Fortnite dan nog het meest, zeg maar, die soort van ervaren backbone biedt. Tenminste meer dan PUBG. Dat hebben we ook gezien, dat is de reden waarom Fortnite in één keer toch PUBG in wist te halen. Omdat ze gewoon vele betere support hebben en gewoon slimmer zijn in de toegankelijkheid. Ja. Maar inderdaad, het zou wel vet zijn als een keer een Ubisoft ermee uitpakt echt een grote developer. Dat heeft het genre gewoon nodig. Het genre heeft echt een grote partij nodig die het omarmt en het gewoon daadwerkelijk... Daar ben ik niet mee eens. Dat denk ik wel. Nou, ik denk dat Fortnite het gewoon wel gaat laten zien. Fortnite heeft het PUBG laten zien en het gaat ook wel echt nog steeds door. En ik denk dat zij wel echt de Battle Royale soort van... zij zijn nu het stapel waar je naar opkijkt als je het hebt over Battle Royale. Ik denk dat dat voorlopig nog wel even zo blijft. Ze hebben inderdaad PUBG daar wel al afgetroefd, maar... Fortnite voelt voor mij nog steeds een beetje als een hobbyprojectje. Ik weet niet, het straalt bij mij niet de spanning en de... Ik weet niet, PUBG doet dat bij mij meer. Dat is ook een smaakkwestie. Ik bedoel, we hebben ook al eerder een hot coffee show gedaan van welke nou beter is. Ja, ik zeg het ook al heel vaak op stream, maar ik ben meer gewoon van PUBG door de gunplay. Ik vind de gunplay in Fortnite gewoon minder interessant en minder cool aanvoelen dan bij PUBG, waarbij ik speel ook echt alleen maar first person en dan vind ik het veel eerlijker ook. Weet je kunt niet om een hoekje gaan kijken, je zit echt in de game. Ik vind dat vet. Maar inderdaad, het zou mooi zijn als er een keer echt een AAA developer overheen gaat. En dat zou misschien dan wel weer onze vermoeidheid een beetje weer uit kunnen stellen of zo. Ik denk dat het ervoor zorgt, en dat is misschien heel lullig voor die kleine partijen, dat iedereen dan gewoon naar dat ding gaat en dat al die kleine klote projecten lekker allemaal afsterven. Het is misschien heel heftig en heel kut. Misschien het zo is zeggen, Radical maar. Heights van Bosky wel echt de shit. Ja, weet je wel. Dat zou zo mooi zijn als dit nu gewoon de beste Battle Royale is. Dat iedereen zegt van ja, ik ben moe, ik hoef het niet meer, ik zie het niet meer zitten, fuck die gasten. Ik denk dat als die uitkomt, dat niemand weer Battle Royale wil spelen. Maar... hij is uit, hij is een early access. Ah, hij is al zo uit. Dus binnenkort maar een keer streamen, denk ik. Ja, vet, Radical hoor. Heights, jaren 80. Nou ja, goed. Ja, anyway, nee, daar kun je over vinden wat je ervan wil vinden. Ik denk dat als we op deze manier doorgaan, dat het wel heel snel voorbij is met de grote hype van Battle Royale. Want het is nu echt alleen nog Fortnite. Uiteindelijk gaan die aantallen ook droppen op een gegeven moment, heeft iedereen het wel gezien.
Ik denk dat er wel het kan mag een grote developer zijn of een kleine, maar er is vast wel iemand die het Battle Royale genre weer een swoon kan geven, dat iedereen denkt van, oh, nu is het wel weer interessant. Misschien is dat de Hunt, weet je wel, die dan toch weer iets anders aanpakt. Het is tegen elkaar, maar het is ook tegen het monster en ja. Maar, nou, ik weet het niet. Je houdt je afzijdig. Ik hou me een beetje afzijdig. Oh. Ik bedoel... Mag ook. Ik vind het een lastige. Ik vind het echt een lastige. Ik blijf erbij, dat was je het niet mee eens. Maar ik denk dat, echt dat het een grote partij nodig heeft om het weer een beetje wat populairder te maken. Dat ook de mensen die er dan klaar mee zijn, dat de... Ja, er moet echt iets staan. Er moet gewoon echt een AAA enorme game moeten gewoon oppakken. En niet al die kleine kutprojectjes als die van Bolsky Productions en H1Z1. Ja, dan ben ik het... ik zou gewoon zeggen dat Fortnite het gewoon fantastisch doet. Dat zij iedereen schoolen. Maar dat is, jij bent dan liever een AAA developer. Ik denk dat het ook van een kleine studio kan komen. Maar we zijn benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het ons weten. Ja. Hot Coffee Show. En laat de stelling achter. Ja, want wij zijn er wel echt helemaal klaar mee dat we het zelf moeten gaan verzinnen. Dus nu... dat vind ik ook prima. Maar ik vind het leuke als mensen iets aanleveren aan ons, dat we lekker interactief kunnen zijn. Maar als mensen niks aan te leveren hebben, dan verzinnen we zelf wel iets. Ja. Zoals nu. Laat ons weten wat je ervan vindt. En als je een leuke stelling hebt, dan geef het door. En anders reageer lekker op deze stelling. En vertel ons wat jij denkt dat goed is voor het Battle Royale genre. Is het al dood? Zijn we er een beetje vermoeid van? Ben jij er vermoeid van? Heb je nog plezier met Fortnite? Heb je nog plezier met PUBG? Heb je plezier met Radical Heights? Laat ons weten. Nee, ik blijf het grappig vinden. Heb je plezier? Ik kan het me niet voorstellen. Nee. Nou ja, goed, misschien wel. Sorry, Cliffy. Fijne kerel wel. Ja, dat is wel. Maar niet hoe die dingen zegt. Maar oké. Anyway, tot snel. Als zwaai naar de kamer mag je gaan.